Niet zo soepel meer, hoor. Nee? Laat het zien dan. Ja. Het wil niet echt meer. We zijn hier bij Podium De Flux in Zaandam. Een aantal dagen geleden hebben we een actie opgezet. Ja, senioren mogen hier gratis naar metal shows. Ik zou dan in eerste instantie denken, ja, welke senior heeft wat met metal überhaupt? Nou, ik moet zeggen, tijdens de meeste metal shows komen er niet heel veel senioren. En daarom willen we ze ook juist een beetje stimuleren om naar metal shows te gaan. En je jenever al ingeslagen? Jenever, nee, maar dat is wel een goeie. Misschien moeten we dat wel gaan doen, ja. En zijn de junioren daar wel blij mee? Dat ze met allemaal oude lijken straks hier op de dansvloer staan? Nou, ik denk dat die het hartstikke gaaf vinden. Want wie vindt het nou niet leuk om met opa of oma te headbangen? Dat is toch juist hartstikke leuk. Ik heb binnen wat senioren staan die keihard aan het headbangen zijn. Dus misschien vind je het leuk om even te kijken? Oké. Ja? Kom maar op. Naar je zin. Nou, ik vind er geen reet aan. Heerlijk. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Oh, zo verschrikkelijk dit. Nou, John, dit wordt straks je publiek met de gratis entree voor bejaarden. Nou, te gek. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, toch? En is het genre populair onder ouderen? Ja, omdat de muziekstroming die bestaat gewoon al 50 jaar. Dus heel veel mensen zijn al opgegroeid ook met het genre metal. Bent u niet bang dat u straks met allemaal oude lijken hier staat? Nee, ik denk niet dat het zo'n storm zal lopen. Nee, het moet ook een beetje jong vlees zijn, toch? Ja, inderdaad. Het oog wil ook wat? Op een gegeven moment, ook dat, ja. Is het genre populair onder oude mensen? Ik denk dat heel veel mensen het eigenlijk niet vooruit durven te komen. Ik denk ook de omgeving vaak van belang is. Nou, zou je niet een keertje volwassen willen worden? Nou, ik hoop dat ik het nooit word. Ja. Nee, dan blijf ik liever kind. Wat is het geheim van goed headbangen? Headbangen, dat moet je even afwachten wanneer het moment zich voordoet. Dus het heeft te maken en met muziek, er moet een flinke groove in zitten of zo. En je kijkt ook naar de zaal, dus of de zaal respons heeft met de band. Ja. Want je gaat niet in je eentje headbangen. Maar ik zie wel eens iemand alleen headbangen en dat vind ik dan een beetje triest. Dan ga ik naast hem staan en dan support ik hem. Last gekregen van de nek door het headbangen? Ja, ik ben eigenlijk een reuma-patiënt, dus, maar dat is niet door het headbangen gekomen. Nee, precies. Dus ja, gewoon doorgaan, echt waar. Dus ik heb nog 20 jaar te gaan. Een Wall of Death en een moshpit, daar doe ik echt niet aan mee. Dat doe ik wel vaak. Wall of Death, wat is dat? Een groepje staat links en een groepje staat rechts. En dan op aangeven van de zanger van de band tegen elkaar botsen. Oh, en dit nee. Wall of Death. En, Het lijkt wel een scène uit Gladiators of zo. Ja, dat is zo. Maar de oudjes die staan er wel omheen hoor. Wat een straf, ik moet er niet aan denken. Oh, dat is meestelijk. Dat is echt hartstikke leuk om te doen. Wat is daar leuk aan? Al die jongeren die je dan ziet. En er gebeurt nooit wat extreems. En kan je met een bejaarder publiek nog wel een deadwall doen, een moshpit? Ben je wat gelimiteerder nu? Nee, daar ben ik. Ik ben niet bang dat het een bejaardensoos gaat worden hier op 15 september. Vaak is het zo dat als je in een moshpit staat, dat het regelt zichzelf allemaal wel. Als iemand valt, dan wordt men meteen opgepikt. Nou, een moshpit doe ik niet meer. Eén keer heb ik er nog in gestaan, maar ja. Toen ben ik er geil uit vandaag. En het is het klaar? Het was wel klaar. Een beetje headbangen nog wel? Een beetje headbangen nog wel. Ja. En is dat ook een ontspanning? Ook niet zo soepel meer hoor. Nee? Laat het zien dan. Ja. Het wil niet echt meer. Nou ja, er is al een klein publiek. Mag ik vragen om een voorproefje, John? Ja, lijkt me leuk. Gaan we doen.